Hier een actieve punk in Nederland. Er is niet meer aan te ontkomen. Ook Nederland is in de greep van de punk rock geraakt. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Is het de Speedwings? Oh, dat is een punkweekend in Paradiso geweest. Ja, ze hebben het volkomen de plank misgeslagen in de Nederlandse media. Ja, helemaal in het begin toen verschenen er allerlei artikeltjes. Kijken, scheermessen en ijzeren staven, sekspistels in elkaar geslagen. En dat te verzamelen dan, hè. En dan kijken we even hoe het in Engeland ging en zo. Hier bijvoorbeeld een oud stukje uit, wat is dit? Panorama of de Revue? Punk, protest uit de sloppen. Er werd even uitgelegd hoe dat zat, en vooral in Engeland, want bij Nederland hebben ze eigenlijk nooit zo stilgestaan. Jesus en de gospelfuckers, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, punk, hè. K-punk, muziek, chockerende naam. En ik was Jesus. Jesus, en ik zong. Je was erg godsdienstig? Ja, behoorlijk, ja. Ik geloofde voornamelijk in mezelf, vandaar dat ik dus Jesus was. En ja, verder interesseerde ons niet zoveel eigenlijk. En muziek maken konden we niet, dat kwam pas veel later. Dus we kwamen gewoon van de gein. Met die naam. Die naam die bracht ons wel vooruit, dat mag gezegd. Zullen we laten horen? Ja. Nou, het is al wat ouder. Met Josje. Ja. Het nummer De Fabriek. Toen al. Londen 1976. Punk. Daar begint het verzet. Die punkrage slaat al snel over naar Nederland. Punkmuziek, liever gezegd antimuziek, de drager van een nieuwe jongerencultuur. Aan King's Road in Londen ligt Boutique de Sex. De publiciteitsgevoelige eigenaar Malcolm McLaren geeft hier samen met zijn vrouw, modeontwerpster Vivienne Westwood, punk een eigen uiterlijk. McLaren, ook manager van de Sex Pistols, drukt op deze punktijd de slogan No Future. Het nieuwe geluid breekt de dan heersende popmuziek open. Over september 1976 was ik daar. Popmuzikanten maakten eigenlijk alleen maar platen omdat hun contract werd voorgeschreven. We waren heel erg bezig met de zakelijke kant van hun carrière. De popmuziek was heel symfonisch geworden. Maar veel mensen hier van Roxy Music die zeiden, je moet morgen eens gaan kijken. Hier in een club, want daar speelt een punkband, de Vibrators. En dat is een soort nieuwe energie, een nieuw enthousiasme. Dat zal je wel aanspreken. Daar komt ook televisiefilmen, dat is een hele gebeurtenis. Ik ben toen naar de Nashville gegaan. Daar hing een aanplakbiljet met namen van groepen die ik... Die namen kende ik allemaal niet. Toen deze dia klaar was, terugkwam van de ontwikkelcentrale 4 weken later. Toen waren het allemaal tamelijk beroemde groepen geworden. Onder andere de Sex Pistols. Je ziet hier een heel bewogen concert van de Sex Pistols. Die traden op in een zaal waar een vast groepje van mensen was. Die gingen mee naar elke andere zaal waar een punkband optrad. Daar zaten ook een heleboel latere beroemdheden bij. Billy Idol, Suzy and the Banshees, The Clash. Ze waren allemaal heel erg enthousiast over elkaar. En dat was ook iets nieuws. Je hoorde de energie in de muziek. Het was alsof wat je in 62 ook had gehad, alsof de beatmuziek opnieuw opkwam. Daar kon je het een beetje mee vergelijken. Die energie zat er ook weer in.
En ze waren allemaal bij elkaar in één ruimte. Dus je voelde je als journalist natuurlijk ook in een soort lui-lekkerland. En je ging van het ene tafeltje naar het andere. En ik interviewde toen achtereenvolgens, dat waren hele onbekende namen, maar zoals je in de Banshees, de Clash, de Damned, Sex Pistols, Stranglers. Die zaten in één ruimte bij elkaar en die kon je zo interviewen. Dus als fan en als journalist vond ik het, was ik ook heel enthousiast. Punk wil simpele, directe muziek. Punk is muziek met eenvoudige akkoorden. Of je kan spelen is niet belangrijk. Ook in Nederland slaat punkmuziek aan. Veel jongeren hebben alleen uitzicht op werkloosheid. De dan populaire popmuziek waarmee sterren stadions vullen, heeft ze niks te zeggen. Al vanaf 1979 vertolkt de Amsterdamse punkband The X een andere mening met scherpe teksten en rauwe antimuziek. Jongeren staan wantrouwig tegenover de toekomst. Punk geeft de jongeren onbewust een uitlaatklep. We vinden het interessant om iets anders te laten horen dan wat je in de gevestigde media hoort over bepaalde onderwerpen. En we merken gewoon dat als we een andere mening erover hebben of een bepaalde kant is onderbelicht, vinden we wel goed om daar een ander geluid over te laten horen. Punkmuzikanten spugen naar hun publiek en naar elkaar. Ze verachten de popmuziek met zijn verafgoding van sterren. Je uitleven in muziek, je uitleven in de pogo-dans, daar gaat het om. En punks vinden het prachtig dat de band schijnbaar maling aan ze hebben. Nou, het is wel leuk als er veel mensen naar luisteren, maar het is niet belangrijk. Het is belangrijk dat de muziek klinkt zoals jij wil dat die is. Dat die behoort te klinken. Welk publiek spreken jullie aan? Weet je misschien? Heel gevarieerd. Dat, dat weet ik niet. Ja. Dat loopt door alle lagen heen, denk ik. Maar waarschijnlijk geen juppies. Dus geen bejaarden. Vind je dat jammer? Nou, als ze het leuk vinden, vind ik het best. Maar ja, ik weet niet, als al die stropdas-manieren het leuk gaan vinden, ga ik ergens twijfelen aan de muziek. Dan zijn we waarschijnlijk met iets verkeerds bezig. Voor mij betekent punk seks. Een van de beste uitvinsels van de mensen die dat uitgevonden hebben. Jij ziet er fantastisch uit, Endre. Ben jij een punker? Ja, zeker. Jij niet? Ik kom informeren, wat is dat punk? Punk, dat is een nieuwe tendens in de muziek. Moet je daar ook je ogen voor zwart maken dan? Ja, dat moet. Dat is, anders is het niet goed. Je moet echt je ogen zwart maken. Anders, dat is. Dan hoor je het beter. Punks pikken het niet dat de maatschappij zich in toekomst biedt. Hoe sterk ze zich ertegen verzetten, blijkt uit hun hele uiterlijk. Dat ongekende agressie en energie uitstraalt. Groot voorbeeld zijn de Engelse Sex Pistols. Gewoon dingen doen waar mensen van schrikken. Schokkende dingen doen. Schokkende dingen, dat vind je leuk. Weg met al die punks. Allemaal van die besmeerde wijven. En al die teringzooi. Maar dat zie ik helemaal niet meer zitten. Het is erg goed dat het gekomen is. Johnny Rotten was aan de ene kant een heel gevoelig type, aan de andere kant een soort straatschoffie die van de straat gepikt was door Malcolm McLaren. En Malcolm McLaren was iemand die heel erg bezig was met mode en de uiterlijke verschijningsvorm van punk. Die heeft die band ook eigenlijk een beetje gevormd zoals ooit bijvoorbeeld de Monkees gevormd zijn. Gewoon bij elkaar gehaald. In zijn boutique. Ze aangekleed en ze het podium opgestuurd. Ik heb het met Johnny Rotten even gehad over de veiligheidsspelden die hij even in een grill in zijn wang gestoken had. Hij ergerde zich er nogal aan dat iedereen dat maanden daarna in het publiek bleef doen. So everybody sees you as a kind of image man. Yeah, because that's what they used to. Like you say, it's a clown mask. That's what most people. Hij ging dus vooral, aan de ene kant was het een en al image, en aan de andere kant ging hij continu tekeer tegen de oneerlijkheid die heerst in de industrie van het bouwen van images en zo. Dat was het, de tweeslachtigheid van hem. Hè? Nou ja, als je dus die grote weekbladen gaat bekijken, je ziet daar dus punkmensen en dan zie je dus mensen met een ringetje in de neus heen, naar het oor toe.
scheermesjes dwars, scheermesjes aan de oorbellen. Veiligheidsspelden dwars de wang in, veiligheidsspelden op je jas, zwarte ogen, hakenkruizen, dergelijke, allemaal op je gezicht. Dat is volgens die grote bladen punk. Volgens mij kan je ook gewoon punk zijn zonder dat. Too many people have the stress. Too many people support us. An unlimited amount. Too many outlets are in out. Friends are crucified. The day they wished we had died. We are an addition. We are ruled by man. Ever, 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 ever. Uitdaging boven alles. De Sex Pistols geven de toon aan. Met daarnaast onder andere bands als The Damned, The Clash en The Stranglers. Hun songs, Anarchy in the UK, London Calling, White Riot, God Save the Queen, verwoorden voor jeugdige Engelsen en Nederlanders de afkeer van de maatschappij. You're quite famous, aren't you? Yeah, I suppose so. How did all that happen? I don't know. Through being honest. Are you honest? Yes, I am, very. I think you're trying to shock people. I don't give a shit what you think. I know what I think, and that's all that counts to me. I don't try and impress anybody but myself. Why all the fuss then? Why dress up? Why, dress in famous up language? What? Dress up what? Dye your hair. So what? Am I not entitled to do what I want with my own body? I think I am. That's all that counts. Why do we think... Being left alone. Just leave me alone, you know what I mean? I know what I want. What do you want? Freedom, I think they call it. The hippies used to call it that. But I bet there's a better word for it. What? I don't know that yet. Why all the infamous language? Infamous language? You're joking. What language is What's that? Language? I speak nothing but the fucking English language. That's the only thing I've been brought up with. And if that's infamous, then ha ha ha, tough shit. Look at that, real. But punk is really nothing new, I think. Then you think wrong. What's new about punk? I don't know, but you still think wrong. Why do you ask me all these silly questions? Do you really expect me to answer them? Ik denk dat muziek toch in golfbewegingen gaat. Dat je nieuwe stromen krijgt die dan na verloop van tijd wat vleugellam wordt. En dan komt er weer een nieuwe stroming. En dat hebben we gehad met de beat. De Mercy Beat en met de punkmuziek. Hoewel ik denk dat de Mercy Beat wat authentieker was en wat meer invloed heeft gehad. En de punk een beetje gesmoord is. Dat mensen hadden zelf te goed in de gaten van wij zijn een nieuwe stroming. What do you want a fucking hell? Some swear words? Cunt, shit, bollocks. Phil Grundy's a pop, a homosexual. I tell you it was all a fraud. De Sex Pistols gaan aan eigen succes ten onder. Ze laten overal een spoor van vernieling achter. Schandalen hopen zich rond de groep op. Basgitarist Sid Vicious wordt van de moord op zijn vriendin beschuldigd. En tijdens een tournee in 1978 knalt de band in de Verenigde Staten voorgoed uit elkaar. Punk lijkt een vroege dood te sterven. Maar in Nederland breekt de punkmuziek dan pas echt door. In een tweede golf met punkbands, onafhankelijke platenlabels, fanzines, graffiti en opvallende kleding. We hadden op een gegeven moment zoveel drukwerk dat we een eigen winkel zijn begonnen, Galerie Anus, om al die krantjes te verkopen. Was dat kunst? Nee, dat was meer in het kader van de algehele verbreiding van het gedrukte woord. Het hoofdmotto van Galerie Anus was ook, wie niet leest, komt geen reet verder. Je kunt wel lekker naar bandjes gaan, op bandjes gaan dansen, maar als je... Met een dermate fel en snel tempo waarmee de teksten worden gezongen. En als er dan geen tekstvel in zit, dan kom je toch terecht bij een fanzine die de tekst afdrukt. Of eens een keertje een interview met zo'n band afneemt. Punks leven vaak in grote kraakpanden in een eigen sfeer.
waarin verzet en totale onafhankelijkheid voorop staan. Die onafhankelijkheid uit zich in eigen, zogenaamde vrije radiozenders voor hun punk- en new wave muziek. De enige in 1990 nog overgebleven Amsterdamse punkpiraat is Vendex, 25 jaar oud en hier bezig met zijn laatste radio-uitzending voor punkers. Ik zoek nummers over het systeem. Ja, deze. Het wordt gezien als een systeem omdat het er echt dan op als kwaadwillend iets is gericht op de vernietiging van de wereld door middel van direct nucleaire oorlog of anders natuurrampen of milieugevallen. Dat was zo ongeveer begin na iets van 83, 84. Dat waren de hoogtijdagen van de systeempunk. Dit is de speciale systeemuitzending van Uitzending voor Punkers. En nu komt weer zo'n fijn systeemnummer. Government's Decision. Ja, ze beslissen maar wat, maar je kan er geen kut aan doen. Nou, jongens, kom in verzet en doe iets aan deze Government's Decision. Dat is punk. Doe het zelf, is de gedachte achter punk. Omdat de Nederlandse punkmuzikanten genoeg hebben van de verziekte platenbusiness, brengen ze hun eigen muziek op onafhankelijke labels uit. Eén daarvan heet Concurel. Ik vind waar gaan die de plaat van de concurrent allemaal naartoe? Waarheen doe je? Naar Londen of naar zaken? Londen. Heel Europa. Heel Europa. En zelfs ook Amerika. Voornamelijk Engeland en Duitsland. België. Zijn dat grote aantallen? Het ligt eraan wat je groot noemt. Voor ons sommige platen heel groot, sommige platen heel weinig. Voor pop aantallen. Wat zij denken wat veel of weinig is. Het ligt tussen de 10 en de duizenden. Platen die onafhankelijk gemaakt zijn, die niet op een groot label zitten. En dat is eigenlijk het grote criterium. En dat valt meestal binnen een soort muziek wat mensen willen beschouwen als punkmuziek. Het is ideeën wat voor ons belangrijk is, dat je zoveel mogelijk controle hebt over zelf wat je aan het maken bent. Dus dat geldt voor wat je in de band doet en wat je buiten de band doet, wat je met optredens doet. En als je een plaat uitbrengt, wil je daar ook zoveel mogelijk controle over houden. Dus dan is het ook logisch dat je dat met de opnames en dergelijke zoveel mogelijk in eigen hand wil houden. We proberen van alles zelf te verzinnen. Hè. En dan, de rock was op een gegeven moment was even in. Nederlandse punkmuzikanten willen niet onderdoen voor hun Engelse voorbeelden. Dus spelen ze nog sneller en nog agressiever. Opvallen tot elke prijs. Weg met de burgerlijkheid en autoriteit. Een punkmuzikant weigert zelfs zijn instrument volgens het boekje te beheersen. Uit deze chaos ontwikkelen zich nieuwe ideeën. Nou, Frit, Jezus dus. Je had al een gitaar gekocht. En er moest dus een bassist komen en een drumstel. Nou, ik werd dus aangewezen als bassist. Dat leek me dus ook wel het makkelijkste met 4 snaren. Toen kocht ik dus een gitaar. En toen moest ik dus nog in de winkel vragen van hoe speel je er nou op met akkoorden of gewoon snaar voor snaar? Nou, dat hoorde ik toen dus. Ah ja, 10 nummers, je ging op een podium staan en was het maar lekker hard en het ging en er zat een beetje ritme in. Dan ging de zaal vanzelf op en neer pooghouden, hoe zelfs dat heette dan. Een beetje op en neer springen. Nou, en iedereen vond het hartstikke leuk. En mensen die in de zaal stonden, die gingen ook spelen. Of die zaten ook in de band. Af en toe was meer dan de helft, dat ging daarna op het podium. Een beetje jammen. Nou, je hebt allemaal van die labeltjes gehad.
Nou, wij lieten het gewoon, dit hebben wij dan gemaakt, dat lieten we gewoon in België persen, die platen. Ze maakten hier in de studio een bandje. En dat stuurden we op en dan werden er singeltjes, 1000 singeltjes van geperst. En dat heette dan het New Wave Records, noemen we dit, kwam van commercieel. En dit is het Graaf Hendrik label. Slaat ook nergens op. Graaf Hendrik Records. Dat was dan een vriend met een platenzaak. En dan verkocht hij het plaatje, hè, als je zijn naam erop zette. Zit er recht op die muziek? Nee, niks. Nee, dus zelfs waren dan die Kostelfuckers gewoon een bandje gemaakt. En dat overal verkocht met zelf gestenseld hoesje. En dat is in Amerika flink gecoverd. Geverfde haren, zwart-leren jasjes met opschriften, gescheurde kleren, riemen, veiligheidsspelden en zwaar opgemaakte gezichten. Daardoor vallen rond 1979 de eerste punks op. Al wat de maatschappij uitkakt, wat als afval langs de straat ligt, dat verwerkt de punk tot nieuwe mode, die schokt. Aantrekken wat je zelf leuk vindt, make-up opdoen of zo, alles. Maar waarom heb je een hakenkruis op je wang? Hoort dat vond ik leuk vanal. Dat heb ik een keer gezien. En morgenavond doe je weer wat anders? Ja, doe ik weer wat anders. Waar je er niet bent. Maar je hebt ook veiligheidsspelden aan, ja. Hè? Waarvoor is dat? Nou, dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet. Je hebt een veiligheidsspel door je wang. Waarom doe je dat? Nou, zou er zin in heb. Doet dat niet pijn? Nee, natuurlijk niet. Wint wel. Malcolm McLaren en zijn vrouw, de ontwerpster Vivienne Westwood, bepalen de nieuwe punkmode. In een ingeslapen modewereld slaat de nieuwe punktrend als een bom in. Maar diezelfde modewereld ruikt geld en haakt er snel op in. De eerste die in 1977 een op de punk geïnspireerde modelijn op de markt brengt, is ontwerpster Zandra Rhodes. As far as fashion is concerned, I think it's the first time that the 70s have reared their ugly head. You know, like we saw in the 60s flower power, and in the 50s you saw maybe the sticky out skirt and all sorts of the little eyes like that. Well, for the first time something has appeared in the 70s. Now, I believe that I'm one of the mothers of it all in the fact that I've had coloured hair for like, what, 10 years. We're living in the 70s, and we're living in the 70s in England, where they can't afford to buy new things. So, in fact, they've created their own fashion, which is marvellous. It's a youth revolution. I think it's very exciting. It's exciting as well as frightening. But the world's frightening, and it's terrifying. Everything's upside down, so they're bound to shock us because we're another generation. Het schreeuwend uiterlijk van punk trekt zelfs de aandacht van de musea. Dat vond ik toen heel gewaagd van haar. En wij hebben zo'n kostuum in de collectie en ik ben daar heel blij om. Want dan zie je dus hoe een couturier of een ontwerpster dat op een esthetische manier vertaalt. Het is eigenlijk een soort anarchistische mode in wezen. Het is, ik weet niet wat de dragers er nu van zouden zeggen, maar het feit dat ze dus
voor het milieu waren. Dus tegen hoe de maatschappij met dingen omging. En dat ze ook bepaalde woorden gebruiken, zoals shit, ik weet niet, zulke soort dingen. Ze wilde laten blijken van dat ze vrij wilde zijn. Hè? Dus dat is het idee van de anarchie volgens mij. Dat je dus je nergens aan gebonden wilt zien. En juist de maatschappij die zoveel regels kent, die maakt van zoveel dingen misbruik. En dat is volgens mij het idee daarachter. If they want to have punks hanging around them, they can rent me. And another boy called Jamie, who's a punk as well. And we just go to everyone's cocktail parties and stand around and watch all these stupid people, you know. De punk heeft weinig geld en veracht de gangbare kleding. Uit geldgebrek maakt hij zijn kleren van afvalmaterialen en koopt hooguit in de dumpzaak. Om die armoe-look te imiteren, geeft de mode ook aan nieuwe kleding een tweedehands uiterlijk. Winkeliers op King's Road brengen op verzoek scheuren of bloedspetters aan. Zwart, wit en rood zijn de kleuren en veel chroom. Praten mensen op straat wel eens tegen je waarom je er zo uitziet? Nee, nooit. Nooit gezegd. Alleen ze kijken gewoon. Dat heb ik. Zit je op school of niet? Nee, ik werk. Wat voor werk doe je? Envelopenfabriek. Kan je dan ook zo gekleed gaan of niet? Nee, daar ga ik niet zo gekleed. Want dan word ik in mijn kool geslagen, denk ik. En dan heb ik getrekken. En die make-up, is die van jezelf? Nee, van mijn vriendje Susie. Die doet het. Het kan niet anders dat dergelijke manifestaties voor de drager een belangrijke betekenis hebben. Want de schok voor de anderen en de dreiging van een eigen sociaal isolement is groot. De versiering met primitieve middelen als haardracht, beschildering, tatoeage en sieraden, van welke aard dan ook, is in onze geciviliseerde maatschappij deels verdreven of afhankelijk van de codes van smaak en fatsoen, aanvaard door mode en maatschappij. De uitdaging van de punkbeweging is een totale breuk met die codes, zowel qua maatschappelijk systeem als qua uiterlijk. Ben jij wat? Wat hier staat? Ja, ik sta er wel achter, ja. Wat was er belangrijk voor jou aan punk? De leefwijze toch wel. Dat uiterlijk vond ik mijn bijzaak, maar de leefwijze vond ik wel het belangrijkste. Is het niet enorm anti-punk om je kostuum te verkopen aan een museum, wat toch een beetje het establishment is voor de punken? Deels wel, deels niet. Aan de ene kant wel, omdat je toch een stukje van je eigen huid verkoopt. Maar aan de andere kant niet, omdat ik het een goede manier vind om zoveel mogelijk verschillende mensen te laten weten waarom ik zo bijliep en waarom ik zo denk. Het was natuurlijk toch een shock. En je kan het ook als een soort reactie zien op de veel softere hippie look die ook in de jongere cultuur en met name in muzieksferen is ontstaan. En ik denk dat het daar een soort tegenbeweging tegen geweest is. Uit je bol heet het atelier annex winkeltje dat Nora en een vriendin in 1982 in Den Haag openen. Geïnspireerd door de punkrage ontwerpen ze hier kleren waarmee ze zich afzetten tegen het saaie aanbod van warenhuizen als CNA. Zij willen voor muziekgroepen kleding ontwerpen, want dan kunnen we lekker onze fantasie laten bewerken. Maar gewoon maken wat we zelf leuk vinden. En die groepen kunnen dan kijken naar foto's of zo, of ze iets ertussen zien wat ze graag aan willen als ze op moeten treden. En we vinden het ook veel leuker om één ding van alles te maken in plaats van dat honderden mensen met hetzelfde lopen. En dat vinden een heleboel mensen ook niet leuk. Dus ik denk dat we daarom juist wel klanten krijgen, omdat wij tenminste dingen hebben die ze nergens anders kunnen krijgen. Dus dat vind ik het leukste. Het aangepast aan mijn persoonlijkheid. Prima, mooi door. Ja, heel mooi. Maar je moet iets opzij gaan, iets opzij gaan. Het is gewoon, de wereld ziet er veel vrolijker uit als iedereen met leuke kleren aanloopt, vind ik. Verzet tegen traansheid. Ja. Blijft dat idee bestaan? En, ja, eigenlijk wel. Daarom ben ik nog steeds punk. Ik wil gewoon, ik blijf gewoon dingen doen die ik zelf heel leuk vind, waar ik zelf achter sta. En misschien dat ik daarom nog steeds niet rijk ben. Want als ik slim was, had ik al lang iets commercieels gemaakt. En had ik nu misschien een goed lopende zaak gehad. Maar ik kies er gewoon ook zelf voor.
ik wil niet dat ik dingen maak waar ik zelf niet achter sta, wat ik zelf eigenlijk lelijk vind. Of, nee, dan verloochen ik mezelf. Eigenlijk heeft dit ook nog heel veel met punk te maken. Ja, hè? Ja, de kleuren vooral, maar blijf ik het mooiste vinden, zwart, wit, rood. Het bleek op de modeshow ook dat ze deze de mooiste vonden. Door de kleuren, denk ik. Het is veel minder doem, hè? Wat het, ja, het is wat liever. De hippietijd met de hartjes en zo, dat toch even meer met die acid en house muziek te maken. En het dansen en ja, veel vrolijker, denk ik, dan in de punktijd. Kijk, hier moest iedereen boos kijken, nu mag iedereen weer lachen. 1980? Ja, daar komt het wel vandaan. Nou, en in mijn kast heb ik nog wel wat dingen. Nou, dit is nog eentje die blijft in ook. Die kan ik één keer in de zoveel maanden draag ik die. Gaat iedereen echt uit zijn bol. Daar baas ik me nog steeds over, maar ik was geloof ik 18 toen ik deze maakte. Van autobekleding. Een soort riemen. Nou, heel veel ook uit stripboeken en zo. Er hadden wel veel voorbeelden uit. Vaak dat oer nog daarin terugkwam. De oermensen met vellen en leer. Of dit met kettingen. Hoeveel kettingen hadden we in die tijd ook. Is there anyone punk in this shop? Punk material or things you're selling? Not really, no. Does it come from the punk, the studs and the things like that on the... Oh yes, it does. Sort of using different materials, rubber, latex, plastic, vinyl. I guess that all comes from the punk. Was it the punk fashion that brought these things into the fashion of today? Yeah, I guess so. Are you punk? No. No. What do you think was the importance of punk fashion? Just being different, having a different point of view, standing out in the crowd, bringing attention to yourself. And I really don't want to be filmed. Please. Nieuwe stromingen binnen de jeugdcultuur hebben punk alweer ingehaald. Maar de ideeën achter punk spreken nog steeds nieuwe generaties jongeren aan. In het begin gewoon start met gewoon puur tegen je afzetten. En misschien ook wel tegen je ouders in eerste instantie. Maar gewoon om alles wat om je heen aan de hand was. Een beetje alles wat gewoon gevestigd is, wat vaststaat. En waar gewoon volgens de maatschappij niet aan te twijfelen valt. En daar twijfelde ik aan. En op dat moment ga je keuzes maken. Uit die keuzes volgt van het een volgt het ander. En op een gegeven moment merk je dus dat je gewoon echt in een soort van fuik zit. Van dat je dingen gewoon niet meer accepteert. En dat je gewoon je anders gaat gedragen en anders gaat leven en andere dingen doet. En ik heb altijd wel een beetje punk wel interessant gevonden of zo. Maar ik had nooit in eerste instantie iets van, nee, ik wil echt punk worden of zo. Probeer in mijn kleren een beetje naar buiten te brengen. Gewoon waar ik sta. Wat ik ben, wat ik voel, wat ik doe.
Dat geldt voor jou ook, Lisa? Jawel, maar ik... Ja, ik zou het nou ook wel zonder kleren kunnen of zo. Ik bedoel... Ja, dat is minder nou hoor. Bedoel, ik had eerst dat ik echt op stond en dan... Oh, jezus, haar moest echt zo staan, weet je, van zo. Maar dat, ja, dat is nou veel, veel, veel minder of zo. Ja, en de kleuren doe je eens in de maand of zo. Nou, nou doe ik dus de helft. Dus dan doe je het heel voorzichtig. Omdat je die andere kant van de kam dus niet wil kleuren. Dus dan duurt het wel wat langer. Maar anders dan neem ik gewoon een flinke schep. En dan is het binnen 10 minuten klaar. Maar zo kan je wel een half uur bezig zijn. Nou, het voelt best wel mee. Ja. Gaat ook snel hoor, dit. Maar dan zometeen vuin ik het uit. Vuin ik het even droog. En dan blijft het gewoon de hele dag erin zitten. En dan geeft het verder niet af. En vanavond dan was je het gewoon uit onder de kraan. En dan spoel je dus de verf weg. En dan blijft gewoon in het haar die kleur achter. Eind jaren 70 wilde punk zich met hun opvallende kapsels en kleding onderscheiden en bovendien hun omgeving shockeren. Sindsdien heeft punk niet meer die aantrekkingskracht voor jongeren. Nieuwe trends in mode en muziek zijn elkaar in razendsnel tempo opgevolgd. Nauwelijks is een nieuwe mode ingeburgerd of een volgende dient zich alweer aan. Maar Wim en Larissa laten zich toch nog steeds door de punkmuziek inspireren. Die teksten, ja, die hebben mij wel geholpen om te nadenken over dingen. Van dat ik zelf erachter kwam wat ik van dingen vond. En ook van dat zij dus veel dingen heel erg goed weten te verwoorden dan. Hè, die ik dus voel. Want ik vind het soms nog wel moeilijk om dingen onder woorden te brengen. Of ik vind het al minder moeilijk dan vroeger of zo. Maar wat zij doen, dat vind ik echt heel mooi, gewoon die teksten. And she's a weekend light, a weekend light. Whoa, 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 night. This is a weekend light, a weekend night. Whoa, 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 night. She just went into her. Boy must be the God she sent, the perfect one, the perfect one. Different mirrors, different lights. One more day and you'll feel fine, you'll feel fine, and you'll feel fine. And you're awake at night, awake at night. PKP, dat wil zeggen Ploeg Klashorst Ploeg, begint in 1979 als piraat met radio- en televisieuitzendingen. Evenals hun punkband Sovjet Sex. Asfaltkunstenaars als de legendarische Dr. Rad spreken op straat met hun graffiti het grote publiek aan. Op de eigen televisiezender spuien jonge kunstenaars in de punktijd hun bizarre ideeën. Kunst per vierkante meter bijvoorbeeld. Gepropageerd door de Jonge Wilde, onder wie schilder en lid van Sovjet Sex, Peter Klashorst. Ja, het is wel vrij bizar als mensen van 19 tot 23, zou ik maar zeggen, directeur zijn van een televisiestation wat twee keer in de week uitzendt. Dat is wel vrij bizar. We konden echt doen waar we zin in hebben. Zin in hadden. Zowel performances van kunstenaars als optredens van Susie en de Benjies of iets ergens. Wat toen de tijd onmogelijk was op de legale televisie te zien. Dat werd bij ons gewoon vertoond. En dat, in die tijd was het een openbaring. Er waren heel veel mensen leefden daar gewoon op. Het begint met graffiti op leren jasjes en t-shirts. Daarna raken de muren er vol van. Graffiti worden een raasje. Voor stadsbestuurders en huizenbezitters een nachtmerrie.
Spuitbuskunstenaars proberen elkaar te overtreffen in het maken van steeds grotere en mooier geschilderde pieces. Ja, geen met het papier te klein. En wil ik grote muren doen. En naar aanleiding van de koekrand die ik heb opgericht, was A4. En dat heb ik in het groot voortgezet. Eigenlijk is de schutting een uitvergrote koekrand, waarbij elk paneel een bladzijde is wat aan elkaar te sluiten valt. En waar we middenin rondloopt. Dit is nog echt duidelijk een punkkoekrand. Met overal boodschappen in verwerkt. Wat was punk eigenlijk voor jou? Een soort bevrijding van een heleboel vastgeroeste waarden, oordelen over muziek en kunst en televisie. Gewoon eigenlijk over het leven. En ja, gewoon een bevrijding eigenlijk van al dat soort vastgeroeste zaken. Amsterdam! Snel, kom, kom! Ik weet goed, Amsterdam! Snel, kom, kom! Dit is de waard waarin je niet gaat. Je wordt genaaid waar je bij staat. Je had het wel verwacht, maar dat het nu zo erg is, dat had je nooit gedacht. Mensen onder hoge druk, racen, rennen, razen, dwalen, dolen, dazen, neem elkaar te grazen, stoom afblazen. Amsterdam, snel koop van! Ja, dit is een plek waar ik nog steeds bezig ben, omdat er dingen gebeurd zijn, zoals de ontvoering van Heineken, de kidnap, die zie je van auto verwisseld. En het is weer een aanleiding om weer verder te werken. En het is een optelsom van dingen. Hier heeft Diana nog aan gewerkt. Een stukje uit haar nieuwe boek. En dat loopt dan door in koppen van Rembrandt. Dit is namens een hele oude. Deze uit 77 nog. De biele eenheid staat eronder. Maar die is nog blijven staan. Die komt er nog doorheen. De avontuur van God uit de koekrand komt hier heel groot tevoorschijn. Met een paus erbij. En werkloos gewoon amuseert u. Hier is de politie komen kijken en zo. En die zegt, nou, binnen een kwartier moet je ophouden. Dus het is best wel onder stress gebeurd. Het is minder mooi dan verderop. Maar ik ben hier nog steeds bezig. Er komt ook dingen overheen. Hè. Hier is een polybuma. Daar, ja, dat wordt allemaal meteen hier een toortje. Het groeit. Dit is echt een project. Daar mag iedereen aan meewerken eigenlijk. Heeft die punktijd jou... Jouw schilder als kunstenaar beïnvloed? Ja, heel sterk. Dat, in eerste instantie, ik zat nog op de academie. En dat was eigenlijk heel ongebruikelijk als je dan al tentoonstellingen organiseerde en zo. En je met je werk naar buiten kwam. Nou, dat deden wij gewoon wel. En in dat opzicht heeft het heel... Wel heel sterk beïnvloed dat je gewoon echt niet meer die mensen die dan les gaven daar en zo, die nam je eigenlijk niet serieus meer. Je deed gewoon precies waar je zin in had. En dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk moet zien te handhaven binnen de, ook later. Wie zijn dat, die mensen, die koppen? Dit is Mr. Heineken, himself. Die is hier geboeid in een kofferbak doorheen gesjeest is. En maandenlang in een loods vast zat tot het vrij kwam. Maar deze tunnel had geen naam en door die graffiti is het de Heineken-tunnel geworden. En het zal de Heineken-tunnel blijven, hoop ik. Dus ik moet die tekst maar even opnieuw doen. Dus even restaureren weer. Op een nachtje. Is dit de punt eruit, hè? Ja, dit is het punt. Dit is het punt natuurlijk, ja. Het is niet leuk, het is macaber. Het is, het is wrang. Ik bedoel, het zou een punt niet eens kunnen verzinnen. Om iemand te gaan kidnappen. Maar het is bijna bij de raf af. Het is te ver. Ik bedoel, waar wij grapjes over maken, dat doen de criminelen in het echt. Dus punk is humor. En dit is eigenlijk te ver. Punk roept eerst weerstand op. Maar al snel neemt de reclamewereld punk-ideeën over om er kopers mee te trekken en eraan te verdienen. Zo nemen ze de graffiti, schablonen en muurschilderingen van Kaagman en anderen handig over op schooletuis en schriften. De punk-fanzines bestaan uit collages vanuit kranten geknipte letters. Die typografie vind je soms onbewust terug in wervingspots en reclame.
Punkgalerie Anus aan de Savatistraat in Amsterdam verkoopt graffiti-kunst. Museum Fodor houdt begin 1979 een punk-expositie. Kort daarna ontploft daar een rookbom. Een van de verdachten is Dr. Rad. Hier hebben we hem trouwens voor het Fodor Museum, waar een rookbom ontplofte. En dacht natuurlijk meteen dat de Koekrant-redactie erachter zat, maar dat is tot op heden niet waar gebleken. Want ik bedoel, iedereen die we kennen, die had er niets mee te maken. Dus, Dr. Rad zelf ook niet? Nee, Rad zelf ook niet. Hij was echt niet zo iemand die bommetjes ging zitten maken. Je hebt net het recept ergens voor een neutronencocktail. Die bestaat uit vla en stukjes pek en grind. Ik bedoel, het was amateurterrorisme. Alleen maar bedoeld als mop. Als iets, een papieren grap. Een comic. Ik bedoel, alles wat in stripverhalen staat, hoef je ook niet serieus te nemen. Het jammere was alleen dat Ivar de druk die de media op hem leverde niet kon weerstaan. Dus dat hij inderdaad een beetje zijn eigen image ging geloven. En langzamerhand al zijn andere pseudoniemen achterwege liet. Steeds grimmiger werd. En hij wou niet ophouden met drugs gebruiken. Dus wat dat betreft, houdt het dan op. Voor Dr. Rad was de dood onlosmakelijk met zijn leven verbonden. Kort voor zijn dood tekende hij zijn eigen overlijdensadvertentie. Uit punkcafé No Name kende hij Nina Hagen. Na zijn dood schrijft zij over hem en componeert ter nagedachtenis het nummer Dr. Red is Dead. Zij heeft een boek geschreven en daarin heeft ze het over haar geliefde Rad. En lieve Nina heeft ook een prachtig nummer over hem geschreven. Dat heet Dr. Rad. En in No Name was de tendens op een gegeven, we hadden hem liever Dr. Art zien heten. Maar de Rad in hem was sterker dan de Art. Zelfvernietiging kenmerkt punk maar al te vaak. Die zorgt er ook voor dat Galerie Anus al na een jaar ten onder gaat. Punk werd veel te negatief met een stomme vernielzucht. Onze eigen punkclub No Name werd helemaal kapot geramd. We wilden de eer gewoon aan onszelf houden en niet wachten tot een of andere idioot die niet weet wat hij met zijn verveling aan moet, de boel voor ons komt verzieken. Punks willen shockeren, dus maken ze vaak gebruik van aanstootgevende nazi-symbolen. Sieg Heil, brullen Engelse fans bij concerten. Punk is niet fascistisch, zeggen ze. Maar de grens met de wel-fascistische skinheads is uiterst vaag. En sommige Nederlandse punks nemen de nazi-symboliek wel al te gemakkelijk over. Om gewoon een bepaalde identiteit, een identiteit te hebben met je pak aan, werden daar dan chockerende symbolen op gedaan. Dat waren dan bijvoorbeeld tegen het christendom, omgekeerde kruisjes en weet ik veel van dat soort dingen. Of dat Derde Rijk, maar ik denk niet dat daar in principe mensen politiek bij stilstonden of zoiets. Gewoon oude mensen chockeren en zo, dat hadden we toen. Wat zeggen ze ervan als je een ketting door je neus hebt en je oren? Ze vinden het heel agressief. En mensen denken dan van, ja, daar moet ik agressief op reageren. Terwijl, ja, ik bedoel, ze kennen me niet eens. Ze weten niet eens of ik agressief ben of niet, zeg maar. De gemiddelde normale mens is denk ik agressiever dan een punk. Zijn jullie agressief? Ik niet, in ieder geval. Nou ja, punks die agressief zijn natuurlijk. Maar dat heb je onder elke soort groep. Wat wil je ermee uitdrukken? Ik wil gewoon niet, zeg maar, meelopen met het modebeeld. Zeg maar, ik bedoel, de mensen die er nu rondlopen, die zien allemaal hetzelfde uit. Kleden zich naar de mode, gedragen zich ernaar en zo. En ja, die mode trekt me absoluut niks aan, dus. Nou is punk eigenlijk zo'n 10, 12 jaar geleden begonnen. Iedereen zegt van punk is dood, toch lopen jullie zo naar grond. Hoe komt dat na zo'n tijd? Ja, ik zeg altijd punk is niet dood zolang ik nog rondloop. Hoe komt dat? Hippie bestaat ook nog steeds. Dus blijkbaar zo'n sterk verschijnsel dat het wel moet blijven bestaan. You take my money, you snap my face. You take my money, you take my place. You take my money, just get up and go. You take my money and my fucking